Hele goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 1 mei, het is nu 10 over 9 en ik ben alweer een tijdje wakker. Ik was om een uurtje of half 9 wakker en vandaag staat er iets super tofs op de planning. Ik ga zo meteen eerst met mijn nichtje en neef komen zo meteen hierheen. Dan gaan ze lekker hier chillen en dan gaan we volgens mij nog iets leuks doen. En dan om 3 uur ga ik naar Ines toe, want vanavond, ja jongens, vanavond is het eindelijk zover. Shawn Madness is weer in Nederland voor een concert en daar ga ik heen. Super veel zin in. En daar ga ik dus heen en dan blijf ik vanavond bij Ines slapen. En dan morgen ben ik ook de hele dag in Amsterdam met Ruby van Handsome Leroy. Allemaal vervolgen op Instagram en Twitter, allemaal in de beschrijving. En ja, ik heb super veel zin in vanavond in Shawn. Lekker weer meezingen. En ik ga jullie gelukkig ook weer meenemen in het hele concert. Ik probeer ook een beetje van de avond genieten. Dus ik ga zeg maar wel kleine stukjes filmen. Maar ik wil ook genieten van de avond. En om 8:30. Maar als jullie dit zien, is het alweer voorbij. 8:30 ga ik live op Instagram. Voor echt like 3 minuten of zo. Ga ik gewoon even 3 minuten het concert filmen. Omdat ik dan denk van oké, dan zijn mijn kijkers een soort van er ook bij. En dat wil ik ook wel gewoon dat jullie er ook allemaal bij zijn voor de mensen die geen kaartje hadden. Dus ik ga vanavond lekker live op Instagram 3 minuten lang. Ja, ik ga zo meteen eerst lekker ontbijten. Dat ga ik zo eerst doen. En dan daarna ga ik. Zullen Pepper en Sepp hier wel zijn. En dan zien ze ook weer in de vlog. Zit ze ook weer in de vlog. Dus ik ga even nu ontbijt maken. En dan laat ik jullie ook gewoon lekker heen meenemen in het proces. Inmiddels is het alweer een paar uur verder. En mijn nichtje is er! En mijn neef is hier. Zwaai is. Hey yo! En wat gaan we kijken? Maar wat voor film? I don't think sokken. Nee, Flubber. Flubber. Weet aardig. De Flubber, die film. Nee, die is Club. Oh, Wings Club. Ja. Very lang niet gezien. Die superstop. Nee, dat is echt leuk. Dat is mijn jeugdsentiment. Wat is dit? Back to the Future. Nope. Ja. Wat is dit? Marcia's verhalen. Kijk Pep, jij bent dat. Echt niet. Oké. Even kijken hoor. Horten. Nee Sepp, we gaan iets kijken. Dumbo de olifant. Ja, dat ben ik. Ja, hoi Dumbo. Nee, ik zag een leuke naar boven. Ja, wat nou voor film Sepp? Die! Nee, die erboven. Die! Wat is dit? Hollens, als je maar diep genoeg graaft, kun je veel vreemde dingen. Nee. Ja! We kunnen ook een serie kijken. Oh, Mariah's Carey Mary's Christmas. Nee. Oh, Pentatonics, On My Way Home. Wat is dit? Ferry Boeler's Day Off. Die is wel leuk. De Eggly, de Boesje Boes Boes. De Boesje Boes Boes. Troetelbeertjes, het geschenksfeest. De Swamp Princess Christmas. Most Extreme Primat. Oh, dat is een aap. Chimpanjet. Chimpanjet. Airbud 4. Ik dacht even dat die stond Ariana Grande aardbeienfilm. We gaan dus nu vandoor, we gaan lekker naar opa toe. We gaan er lekker pannenkoekjes eten en met de hondjes en Sam en met Pepper. Dit is wat ik draag. Leren jasje komt van Pull and Bear. Heb ik al 2 jaar of zo. Dit sweatertje komt van H&M en daar staat erop The Force. Broek, Bershka, schoenen, Vans. En haar heel mooi vast. Wat van haar. En ik moet heel snel naar de kapper. Met knippen. Dus ik heb het met een bun achter mijn hoofd. Heb ik het leuk hier dan?
Nee, ja, is goed, mams. Nou, hier zitten de poffertjes in en gehaktballetjes. En we gaan lekker naar opa toe. Dus, gaan jullie ook vandaag gezellig hebben een dagje mee? Inmiddels lopen we buiten. Nee, niet vloggen. Mag niet. Takeover. Dus duimpje omhoog als je de volgende takeover van Pepper doet. Loop hier. Bij 1000 abonnees ga ik samen met Pepper een video opnemen. De challenge. Ik weet nog niet wat voor challenge eigenlijk. Wat voor video's wil opnemen bij de 1000 abonnees? Weet ik niet. Giveaway van dit. Van deze tas. Nee, grapje. Ja, dat spreken we even af. Laat even weten in de comments wat wij dan moeten opnemen voor de 1000 abonnees. Hoeveel moet je er nog? 90. Linker aan de wandel. Oké, nou ik draag vandaag de jas is van de Bershka. Nee trouwens. De jas is van de. Ik weet het niet. Ik heb hem net nieuw. Kun je even kijken? Van Poel en Beer. Nee. Jawel. Nee. Kun je straks een lepeltje aan doen? Ja, kijken. Even kijken. Bershka. Oh, nou deze jas is van de Bershka. Eigenlijk komt het van de mannenafdeling, dat maakt niet uit. Maakt niet uit, kan ik je wel. En mijn shirt is home. Oh, moet even rennen jongens. Mijn shirt is van de H&M. Er staat op unicorns are real. En mijn broek. Want dat zijn ze. Ja, en mijn broek is van de H&M ook. Dus en je schoenen? Mijn schoenen zijn van de Welschoenen. Dus, ik ga zo meteen lekker even mijn camera in de lader gooien. We gaan even naar opa lopen. Kijk. Achternaam Koster, here we go. Shout out to my ex. En we gaan lekker lopen. En ik spreek jullie zo weer. Joehoe. We zijn gearriveerd op Schiphol. En ik ben met Laura. En Ines is er ook, maar die staat daar bij Starbucks. En daar is een Albert Heijn. Daar is een ABN AMRO. Gewoon Burger King. Ik ga zo meteen milkshake halen. Dus ja, maar een euro bij de Burger King. En altijd als ik op Schiphol ben, heb ik zin om op vakantie te gaan en het eerste dichtbijzijnde vliegtuig te pakken naar een warm land. Want ik heb zin om op vakantie te gaan. En waar komt onze energie in de toekomst vandaan? Nou, niet uit de lucht. Dit staat hier, kijk, op dat bord hier. En Ines is lekker koffie aan het halen. Wij gaan zo meteen eerst naar de wc, want Laura hier moet plassen. Sorry. En daarna ga ik een milkshake halen bij Burger King. En we hebben pas om half zeven. We gaan om half zeven pas naar Ziggo Dome van Sean vandaag. En we hebben dus dit plek. En ik heb dus net gehoord dat de hele staanvloer waar je moet staan normaal, dat ook zitplek zijn. Dat was bij vijf soms ook hoor. Oh, ik ben nog nooit daar geweest. Ik wel. Dus we gaan lekker chillen. Ik heb hieronder nog een shirt aan van 7up. Want ja, het is wel warm daar hè. Het is warm. Dus dat, en ik zie jullie zo weer. We zijn er, bij Sean Madness! En kijk hier. En daar, podium. Won't you be the one to fool me?
Jamie, waar gaan we heen? Amsterdam. Nee, hij is heel wazig. Wacht, hoe sta je het scherp? Hoe sta je het scherp? Op het knopje druk ik. Oh ja, ik heb het al. Nou, en is hier al, we zijn onderweg. 20 minuten of zo. En elke keer gaan we hier uit van hier uit. Elke keer zijn we te laat op het knopje drukken. Dus we moeten nu uitstappen bij... Rai. Ja, bij de rij moeten we, dat is China, zei je maar. Bij de rij moeten we uitstappen, dan moeten we overstappen op de trein. Wat is het Neerkens Instituut? Maar waar moeten we uitkomen, Jane? Zuid. En waar zijn we nu? Bij de rij. Bij de rij. Echt, het gaat er echt super laat. Jamie. Schrijf die bloempot opzij. Past niet. Gewoon niet. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En gisteren was super gezellig in Amsterdam met Rui en met Marieke. Super tof en we hebben super leuke dingen gedaan. Heel weinig gevlogd. En omdat ik ze al heel lang niet meer had gezien. Maar vandaag is het weer een dag om naar school te gaan. Ik zit vandaag tot 12:30. En best wel een korte dag dus. En we gaan om 9:00, 12:30. En dit wat ik aan heb, deze sweater van New York. Voor de mensen die het opletten, ik heb altijd die zwarte broek aan, omdat die super lekker zit. Ik heb er ook 15 van. Nou, 15 overdreven, maar ik heb er wel een paar. En nu dacht ik, ik laat eens een keer een andere broek aan doen. Dus ik heb er nu een spijkerbroek aan. En Vans. En dus dat. En ik heb mijn tas ingepakt. En ik ga er zo van door. Dus ik neem jullie weer gezellig een dagje. Of nee, ja wel, een dagje mee in mijn week. Dus let's go, we gaan er van door. Hoe leuk is het spel om je vrienden beter te leren kennen? Super tof. En hij is maar 2,95 bij Action. Voor de ook echt doop. Pizza en met vers koffie voor 1,29 euro. Het is donderdag vandaag en we zitten bij de HEMA. En we is Nina, Lisanne en ik. En ik heb een stukje van de taart. Ja, smiegt. Smiegel. Smiegel. Nee, ik heb ijskoffie. En die is super lekker. Want die heb ik wat vaker op. Overwegend daar. Lekker taartje. Nina, hij kon het weer niet laten. Nina kon het weer niet laten om ijskoffie te drinken en een muffin. En Lisanne heeft ook een muffin en ijskoffie. Dus we gaan lekker eten. Oh my god, dat kan echt niet. En ja, we gaan lekker eten. En wat? Ik wil het zien. Ik wil het zien. Nee, ik wil het zien. Het lijkt net of je Kylie Jenner lips hebt die je dit tegen. Oké, okay, ik ben al 50 minuten aan lullen. 50 seconden aan lullen. Dus we gaan lekker eten en we zien de show weer. We zijn, het is nu rond 3:30 en we zijn even aan het chillen hier in het café, zeg maar. Het is echt een superleuk cafeetje. Het heet Hollywood Café. En ja, oh ja, tuurlijk, hier. Oh ja, het Hollywood Café, het is echt heel erg leuk hier. Het is zeg maar geïnspireerd op een film, of Friends geloof ik, want ik zie daar op serie. En daar is de Titanic, superleuk. En we hebben om 4:05 hebben we de reservering opgegaan. Beetje Global Nova. En dan gaan we straks gaan we lekker een hapje eten. We hebben Italië en vandaag de voorstelling. Lisa, weet je de voorstelling ook weer? Loop daar dingen vol. Loop daar dingen in de nieuwe Luxor. Dus ik ga lekker filmen bij het Global of, en we gaan ze lekker drinken. Nou, hup Jane. Hahaha.
Ja, hartstikke mooi. Daar. Na 1, na 2. Yay! Kijk deze artist mass en vloer. Dit wil ik ook in mijn kamer hebben. Als vloer. Voor een slaapkamer. En dan 10 uur erbij. Heerlijk. Op het kind. Kan je zich hele. Oh, kijk hier, deze sterretjes en zo. Super awesome toch? En wij gaan lekker golven. En ik zie jullie zo meteen in het restaurant. Dag Schrek. Doei, tot morgen. We zijn klaar met golven. Ik heb verloren. Ik heb gewonnen. Met hoeveel punten heb jij gewonnen, Lies? 58. Ik heb verloren met 80. Huilen. Hashtag huilen. Hashtag ik wil niet meer. Hashtag minigolfclub. Hashtag we gaan nu lekker naar Happy Italy. Want ik proefde al letterlijk de hele tijd op de baan gewoon die carbonara smaak in mijn mond. Superleuk. Wat vind jij ervan? Ja. Dat we nu gewoon lekker gaan eten. Ja, ik heb ook echt trek. Ja, we hebben echt super erg trek. In Happy Italy, here we go. We gaan. Hashtag pizza. Hashtag pasta. Hashtag we gaan er eten. Gewoon. Feesten. Nee, grapje, we gaan niet feesten. En Happy Italy zit daar. Daar loop ik nu heen. Misschien is het wel druk, misschien ook niet. Misschien moeten we reserveren. Geen idee. Maar we hebben nog 2 uur en dan gaan we naar Loop der Dingen voorstelling. In het Luxor. Yes! Aangekomen bij Happy Italy. We gaan lekker eten. Yummy, yummy, yummy. Lekker eten. Ik heb funky. Like every way, always. Carbonara. En wat heb jij? Ik heb gehaktballetjes en pomponi nog wat. Hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken nog steeds naar deze weekvlog. Het is vandaag vrijdag 5 mei. En vandaag is het bevrijdingsfestival. Bevrijdingsdag. Maar ik ga lekker naar een festival. En in het Erasmuspark in Rotterdam. Want Maan komt daar optreden. En ja, daar ga ik heen. Met Jamira. Super zin in. En ik ben verkouden. Hashtag pak mijn life. En dit is wat ik aan heb. Hashtag outfit of the day. Deze sweater van de H&M. Broek Bershka. Schoenen Zara. Vans, sorry. En deze tas krijg ik best wel vaak de vraag over van waar komt hij daar vandaan. Waar komt van? Deze winkel. Sostene Grena. En het is nu rond 9:30. En ik ga lekker naar beneden. En ik ga jullie vandaag weer meenemen in mijn dag. Yes, let's go! Nou, we staan dus vooraan. En bij Prijs van Zwaan ben met. Oh, kijk maar. Jamira. En kijk, hier is het podium. En daar gaat. Dan heb je meer licht. En daar gaat en daar gaat Maan zo meteen optreden. Staan wij backstage te wachten op de auto van Maan. Wat gebeurt daar? Een puntje van kracht. En dat was super leuk. En het is nu rond 3:30. En ik heb trek in een McFlurry. Ik heb dorst. Ik heb echt een droge strot. Dat had ik net al. Ik stikte dus wat een rotmoord gek. Ik zat even mee te zingen en ineens
Eenmaal zo. Wat doe je? Kijk, die Erasmusbrug. Of Euromast zit. Kijk, waar gaat ze staan? Oké, het is donker. Dus, gaan we wachten. 2 minuutjes. En dan gaan we er lekker weer vandoor. Gaan we naar de Mac en dan gaan we chillen en dan naar huis. Als je kunt zien, ben ik weer klaargemaakt voor vandaag. Ik heb een toepasselijke rode trui aangetrokken. En deze is van de Vintage Store in Rotterdam. En kijk, merk letterlijk vintage. De broek komt van de Bershka, schoenen, fans. En natuurlijk gaat mijn iPhone ook mee. Het is nu rond 12:42. Let's check. Kijk maar, het is buiten best wel lekker weer. Waardoor het licht een beetje zich moet aanpassen. Steeds. En ja, heel veel mensen vragen ook van, goh, wat staat er eigenlijk allemaal op jouw mobiel qua apps? En dat soort dingen. En welke apps vind je fijn? En ik krijg ook best wel vaak de vraag van, hoe bewerk ik mijn video's? Maar daar wil ik binnenkort dan ook een video over maken dan. En dus die komt soon. Niet binnen een week, niet binnen 2 weken, niet binnen 3 weken, maar misschien over een maandje of zo. Ik moet ze nog opnemen en maken en dat soort dingen. En ja, ik ga zo meteen, wat ik zo meteen ga doen. Ik leg even mijn hand op de muur. Sorry. En wat ik zo meteen ga doen is, ik ga zo meteen eerst met mijn opa, mijn moeder en mijn stiefvader gaan we naar de Action in Delft. En dat is super leuk, want ik hou van de Action. Letterlijk, ik ben er deze week al geweest. Daar heb ik dat spelletje niet gekocht, maar die wilde ik kopen voor een video. En die toetjes, die waren super tof. En daarna gaan we naar Xotus. Dat is een soort van, ja, voor de mensen die Xotus niet kennen, dat is zeg maar zo'n winkeltje. Ja, een soort van groothandel voor ja, rijst en dat soort dingetjes. Kan je daar kopen, hapjes en zo. Ook in Delft. En daarna gaan we naar de nieuwe Hornbach, ook in Delft. Er is een Hornbach geopend. Daar gaan we eens heen. En daar heb ik super veel zin in. Maar eerst gaan we naar de Action. Of nee, eerst gaan we naar mijn oma. Mijn oma's graf. Ook in Delft. En dan zien we het allemaal wel. Dus ik ga jullie weer meenemen. En ik heb dus net 2 boterhammen op met kip, filet en melk. Maar dat heb ik helaas niet gefilmd. Omdat mijn camera in de oplader lag. En hij is nu gewoon weer 70%. Of 2 streepjes. En besef me, als jullie deze vlog zien, is het nog 6 dagen. Tot Ariana. Super zenny. Yay. Hopelijk vonden jullie deze vlog een beetje leuk trouwens. Want Sean zit erin verwerkt. Maan zit erin verwerkt. Super tof. Dus ik brabbel alweer bijna 3 minuten. En ik zie jullie zo weer. Arriveert bij Oriental. Yay. Woe. We gaan lekker lopen. Oriental. Oh god. Macaroni and cheese. Macaroni and cheese. Dit wil ik hebben. Het is 2,95. Bij de Oriental. En kijk. Hele Amerikaanse sectie hier. Hij wil niet schriftelen. Hele Amerikaanse sectie hier. Wow. We gaan nu naar de Hornbach. Let's go! Look at the fishes. Look at this fish. Look at this fish. Look, oh, zwarte visjes. Nog meer zwarte visjes! Yay! Goedemorgen, het is vandaag zondag, de laatste dag van de week. Hallo poepie. Ja, schatje. Ja, het is dus vandaag zondag, zoals ik net al zei. Het is nu rond 1:30. 1:50. Ik heb net lekker ontbeten. Ik heb net een ontbijtje gekregen van Quinty. Gekookt ei, geloof ik, ja. En ik ga jullie even neerzetten op mijn blender. En het is nu dus 1:30. En ik ben nog in pyjama mode. Super leuk. Wat ik vandaag doe is vrij weinig. Ik ga mijn kamer even opruimen. Dat is aardig. Moet dat? Ik ben aan het vloggen. En mijn kamer opruimen. En dat ga ik doen. En douchen. Inderdaad. Dat ga ik ook doen. En dan omkleden en dan zie ik wel wat de dag me brengt. Dus, ja, ik ga jullie vandaag weer gezellig een dag meenemen in mijn dagje. Dus, let's go, we gaan er weer voor. En ondertussen is Quinty hier. Nee,
een programma tv aan het kijken, een programma over een vrouw die werkt in een kapper, whatever, haar mode, whatever. En ja, let go, we gaan weer mijn dagje, yay! Ik ga lekker lunchen en dat doe ik dan met deze, biologische rijstwafels, die vind ik echt heel erg lekker. Dan gaat deze halve rine erop van het merk Brio. En dan gaat kipfilet erop. Daar heb ik zin in. Lekker gezond, lekker basic. Heerlijk! Oké, het is alweer een paar uur verder. Het is nu 7:58. Ik ga zo meteen lekker It Takes Two kijken. En ik ben natuurlijk voor Bibi. En voor Buddy en zo. Super tof. En ik ben echt de allerslechtste vlogger ever. Ik heb gewoon alleen maar mijn ontbijt gefilmd. That's it. Echt, wat heb ik vandaag allemaal gedaan? Niks. Ik heb mijn kamer opgeruimd, voor een deel. En ik heb mijn bed, mijn bedden goed verwisseld. Ik vind het fijn als je dan bijvoorbeeld lekker onder een nieuwe dekbed ligt. Deze is van de Quantum, geloof ik, dit dekbed overtrekt. En hieronder heb ik dan een zwarte hoes. Super nice. En ik ga lekker de vlog afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze 62e weekvlog. En doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren onder de video. Het is totaal gratis. En jammer je geen enkele video van mij in jouw mailbox, subbox, whatsoever. En dan bedankt voor het kijken. En vergeet me ook niet te volgen op mijn Facebook, Instagram, Snapchat en Twitter. Die zal allemaal in de beschrijving staan. En dan zie ik jullie de volgende week weer. Doei doei!